Het Dagblad had de laatste jaren vaker in zwier waar zitten. Maar deze crisis koer de kranten net zelfstandig hoe Libje. En dat was die zelfstandigens altijd heel belangrijk voor de kranten wie. Wichtige reden dat er kiezen is voor de NDC is dat ze haar een christelijke identiteit behouden kunnen. Er staat hier in uw krant dat de lezer van het Fries Dagblad er net het meeste van vernemen. Want de redactie bloot haar eigenzinnige koers varen. Absoluut, daar is geen discussie over. Ik denk dat juist hierdoor het ook duidelijk is dat we niet koprompachtige kranten maken met Leeuwardenkrant of met Dagblad van Noorden. Nee, het zijn eigen bladen, eigen titels met een eigen lezersgroep. En we moeten zorgen dat we die eigen lezersgroep maximaal gaan bedienen. Je kunt denken aan het model van de persgroep. Dat is de uitjouwer van Trouw, Volkskranten, AD en Parool. Die zit al jaar in één hoes in Amsterdam. En er in het één die denkt dat hij de Volkskrant zegt, oeh, dit liep het op Trouw. De oername van het FD komt op een raar moment. De NDC is bot om het saneren. Een tredder van het personeel komt in kwatten op stritten te steen. Maar dat het FD bestaan blijft, is ook voor de NDC van groot belang. Want de kranten wordt op de passen van de Ljouwerse kranten drukt en tagelijk bezwaren. Het is eigen belang in zoverre dat we ze nodig hebben in de drukkerij. Het is op de korte termijn en op de lange termijn geloven wij erin. En dat je titels om je heen verzamelt die eigen zijn op hun gebied. En daarmee ook tegelijkertijd heel duidelijk dat zien dat we niet voor één grote krant gaan. Maar juist voor hele specifieke titels die ook absoluut zelfstandig blijven bestaan. Het is de bedoeling dat het Fries Dagblad onder eind van dit jaar maar in Lietse Weens draaien kan. Maar daarvoor moet er wel wat gebeuren. Bij het Fries Dagblad zijn een aantal functies die direct overlap hebben. Waar je ook direct ook bij betrokken zullen zijn. Financiën, techniek, daar kun je voorstellen dat je al direct een relatie hebt. En op de andere stukken ietsje later. Maar uiteindelijk zullen we voor het einde van het jaar het Fries Dagblad organiek volledig integreren in onze organisatie. Bij het FD werk je nu nog 60 mensen.